Ja, goeiedag. Welkom bij weer een nieuwe Physioglobal webinar en podcast. Mijn naam is Melvin Bos, fysiotherapeut, manueel therapeut en ook de presentator van vandaag. Voordat we de sprekers ook zullen introduceren aan jullie als kijker of als luisteraar, wil ik nog eventjes een conflict of interest aangeven. Ik ben nu ook aspirant bestuurslid bij de NVMT. Dus alles wat ik nu zelf als standpunten zal inbrengen, die zijn in ieder geval op persoonlijke titel. Dus laat ik dat even voorop stellen. Daarnaast hebben we voor deze webinar Onderwijs en Wetenschap in Alledaagse Praktijk hebben een aantal sprekers uitgenodigd. Het lijkt me goed om in ieder geval dat iedereen zichzelf even voorstelt. En vervolgens zal ik eventjes een klein overzicht geven aan jullie van wat gaan we nu vandaag bespreken. En dan gaan we aan de slag. Als jullie vragen hebben tijdens de uitzending, zet ze in de chatfunctie. Adriaan is ook onze moderator van vandaag. Welkom Adriaan, achter de schermen. Hij is ook fysiotherapeut trouwens en hij zal in ieder geval de belangrijke vraagstukken voorleggen. Dus die worden in ieder geval aan bod, komen aan bod, dus dat is geen probleem. Daarnaast hebben we ook technicus Peter Rommond, welkom. En die zal in ieder geval de live regie op zich nemen en ook voor de audio. Welkom gastsprekers, laten we in ieder geval beginnen bij de eerste. Vertel even aan de luisteraars of aan de kijkers, wie ben je en wat doe je? Ja. Mijn naam is Rimo Osterlo en ik werk als hoogleraar evidence-based fysiotherapie aan de VU. En bij het Amsterdam UMC. En ik hou me daar vooral bezig met effectiviteit en kosteffectiviteitsstudies van allerlei interventies. Waaronder uiteraard fysiotherapie bij klachten aan het bewegingsapparaat. En ik hou me bezig met het onderzoek naar de kwaliteit van meetinstrumenten. Oké. Okay. Daarnaast zullen we de volgende spreken. Ja, ik ben Cindy Veenhoff. Ik werk in Utrecht. Ik werk zowel op het UMC Utrecht als hoogleraar fysiotherapiewetenschap. Op de afdeling revalidatie, fysiotherapiewetenschap en sport. En daarnaast werk ik ook als lector op de Hogeschool Utrecht. Dat ligt heel dicht bij elkaar. Het lectoraat heet Innovatie van Beweegzorg. En wij doen vooral onderzoek op het gebied van de integratie van technologie binnen de fysiotherapie. Maar ook kijken we naar bijvoorbeeld beweegzorg in de wijk. En daarnaast ben ik ook nog programmaleider van de Master Fysiotherapiewetenschap op het UMC. Mooi. En de laatste spreker. Ja, ik ben Mitchell van Doormaal. Ik werk voor het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Ik ben daar verantwoordelijk voor het richtlijnenprogramma. En van de oorsprong ben ik fysiotherapeut en klinisch gezondheidswetenschapper. Ik heb 7 jaar in de praktijk gewerkt. Inmiddels niet meer praktiserend, volledig bij het KGF. Nou ja, in ieder geval allereerst mooi hè, dat we deze samenstelling op deze manier vandaag kunnen doen voor de kijkers en luisteraars. En ook natuurlijk de vertaalslag van ja, wat hebben we daar nu aan in het dagelijkse werkveld. Ik denk dat dat misschien bovenaan staat voor vandaag. Er zullen een aantal dingen naar voren komen tijdens de uitzending. Onder andere gewoon een stukje wetenschap. Wat is het? Wat valt eronder? Wat is belangrijk voor ons als therapeut? Ook de brug slaan tussen onderwijs, werkveld en de wetenschap. Aan de hand van ook wat voorbeelden, ook dus discussiemomenten die we daarin zullen voeren. En ook natuurlijk een stukje het richtlijnontwikkeling, waar Mitchell natuurlijk ook bij actief is vanuit KGF. Wat is daarin de meerwaarde voor, ook voor ons dagelijks handelen? Nogmaals, als jullie vragen hebben, zet ze in de chat. Adriaan zal het in de gaten houden en die zal ze voorleggen die relevant zijn. Wetenschap. Ik denk dat het goed is dat we daarmee zullen starten, Raymond. Allereerst, ja, wat is het in een notendop? In een notendop, een grote vraag meteen. Vanuit mijn perspectief is wetenschap vooral met de zoektocht naar de relevante vragen en een vraagstelling die ook daadwerkelijk te beantwoorden is. En daarbij vervolgens de methodologie kiezen die je ook in staat stelt om daar daadwerkelijk een antwoord op te geven. Dat is denk ik in mijn perspectief de meest algemene samenvatting of definitie van wetenschap. Dat is mooi, in één citaat. Cindy, heb jij daar aanvulling in? Ja, ik ben het daar wel mee eens. Het is met name echt het verzamelen van kennis op een specifiek onderwerp naar aanleiding van een vraag die je hebt. En daar hebben we dus allerlei technieken en methodieken voor. Mitchell? Nee, ik sluit me er helemaal bij aan. Ik denk dat het vooral belangrijk is om wetenschap ook ten aanzien van fysiotherapie, dat het uiteindelijk ook kennis moet zijn die je uiteindelijk in de praktijk, in de behandeling van een individuele patiënt kunt gaan toepassen. Nou, het lijkt me goed om daar ook een onderscheid in te maken, hè? Dat je verschillende vormen van onderzoek hebt, waaronder ook het wetenschappelijk onderzoek versus ook het praktijkgericht onderzoek. Nou ja, Cindy gaf net eerder aan hè, dat je acteert als lector bij het lectoraat, natuurlijk op hbo-niveau en natuurlijk ook daarnaast bij de Universiteit Utrecht. Dus ik denk dat jij daar een mooie met jouw ervaring ook een toevoeging kan geven voor de discussie over die verschillen daarin. Tussen praktijkgericht onderzoek versus wetenschappelijk en mogelijk ook aanvullingen vanuit Mitchell en Raymond. Ja, ik denk dat er zit natuurlijk echt wel een verschil tussen het praktijkgerichte onderzoek en echt het wetenschappelijke onderzoek. Hoewel we ook wel zien dat in de laatste jaren dat het steeds meer naar elkaar toe groeit. Waar van oorsprong de universiteit heel erg gericht was op meer het fundamentele wetenschappelijke vragen.
en de wetenschap heel erg gericht was op kennis verzamelen, zijn de hogescholen heel erg gericht op het praktijkgerichte onderzoek, waar meer een probleem oplossen. Een probleem die speelt in de praktijk, dat staat centraal. Dat is echt wel een groot verschil. Dus je gaat uit van welke problemen zijn er en hoe kunnen we daar een oplossing voor verzinnen. Waardoor de vraagstukken vaak praktijkgerichter zijn. Je wel wetenschappelijke methodieken gebruikt om ze te beantwoorden. Maar daar vaak ook wel wat meer variatie in is. Bij het praktijkgerichte onderzoek heb je ook wel een palet van methodieken die misschien in het wetenschappelijk onderzoek nog niet als helemaal voorwaardig wordt aangezien. Daar kan je in het praktijkgerichte onderzoek al wel mee experimenteren. Dus er zijn meer de co-design-achtige technieken. Waarbij je dus aldoende ontwikkelt en onderzoek doet en dat ook nog monitort. Dus ik denk dat dat wel een groot verschil is. Maar wat ik al zei, het groeit wel wat meer naar elkaar toe. De hogescholen hebben ze het niveau van de wetenschappelijke methodieken wel steeds wat hoger gelegd. Dus, want je hebt natuurlijk ook hbo-niveau, het lectorgedeelte en natuurlijk ook de professorvorm. Even voor de kijkers en luisteraars, wat is het verschil tussen die twee? Tussen een lector en een professor. Ja, een professor of hoogleraar is aangesteld bij een universiteit altijd. En die leidt daar een onderzoeksgroep en soms ook wel een opleiding. Zoals ik dat eigenlijk nu doe. Een lector leidt ook een onderzoeksgroep. Alleen die leidt dat op een hogeschool. En dan kan je je voorstellen dat op een hogeschool is de verbinding met de beroepspraktijk heel erg belangrijk. Want er worden beroepsprofessionals opgeleid. En net zo goed is de verbinding met het onderwijs heel erg belangrijk. Omdat het onderwijs op de hogeschool plaatsvindt. Terwijl op de universiteit vaak ook wel juist die fundamentele kennis en de crossovers met allerlei andere expertise die binnen een ziekenhuis of een universiteit aanwezig zijn, veel meer wordt nagestreefd. Dus waardoor je veel meer vaak de verdieping echt krijgt in onderwerpen, echt die wetenschappelijke kennis. Terwijl ik op de hogescholen juist meer die verbinding met al die partijen heel erg centraal vindt staan. Oké. Raymond, werken die twee, kunnen die langs elkaar gaan in het onderzoeksveld? Of werkt dat verbindend of juist? Ik hoop dat ze niet langs elkaar gaan, maar dat het juist inderdaad een integratie is. Want ik denk wat Cindy zegt, daar ben ik het mee eens. En dat tegelijkertijd vooral ook dat een wat grijzer gebied is, wat dan precies praktijkgericht onderzoek is. En dat ook, denk ik, als ik naar mijn eigen onderzoekslijn kijk, dat gaat heel sterk over het, ja, denk toch wat meer de modderige werkelijkheid van de klinische praktijk, waarin je probeert een antwoord te geven op de vraag bijvoorbeeld welke interventie het beste is of welk meetinstrument je het beste zou kunnen gebruiken. En dat sluit heel nauw aan bij de praktijk ook. En als ik dan bijvoorbeeld met mijn collega's praat die meer in de labsetting werken, ja, die halen dan hun wenkbrauwen wel eens op over de meetmethodes bijvoorbeeld die wij gebruiken, omdat het wel beter aansluit bij de praktijk en dat je hun mooie laboratoriumopstellingen natuurlijk voor praktijkgericht onderzoek niet zo goed kan gebruiken. En ik denk dus dat er behoorlijk wat overlap, of dat het een grijs gebied eigenlijk is, dat je aan de ene kant echt het wetenschappelijke labgebonden, allerlei high-tech metingen, et cetera, onderzoek hebt. Maar aan de andere kant denk ik wat Cindy zegt, inderdaad, het echt een lokaal probleem proberen op te lossen op dat moment en hoe je dat dan doet. En daartussenin zit denk ik ook een heel grijs gebied, wat je dan praktijkgericht onderzoek noemt, wat zowel op een universiteit, maar ook op een hbo. Dus je definiëring echt in duidelijke kamers kun je niet zo stellen? Nee, samen met de collega Veenhoff begeleiden we een aantal promovendi vanuit de hogeschool wel ook promoveren bij een universiteit. En dat, ik denk dat dat wel illustreert dat dat een heel grijs gebied ook is, ja. Heb je aanvulling op, Mitchell? Ik denk dat het vooral ook heel erg goed op elkaar aansluit. Je ziet dat het praktijkgerichte onderzoek ook niet zonder het fundamentele onderzoek kan. Hè. Je kunt niet direct beginnen met een heel wat praktijkgericht onderzoek zonder dat je die wat diepere wetenschappelijke basis eigenlijk gelegd hebt. En anderzijds heb je eigenlijk niet zo heel veel aan het hele fundamentele onderzoek op het moment dat het geen toepassingen kent in de praktijk. Dus volgens mij sluit het naadloos op elkaar aan en moet je ook niet te veel willen zoeken naar waar nou precies de grens zit tussen het fundamentele onderzoek en het toegepaste onderzoek. Het gaat vooral om dat je het allebei nodig hebt.
Okay. Zijn er al vragen uit de chat, Adrien? Oké, als jullie vragen hebben als kijker, stel ze in de chat. Dan kunnen we die altijd op dit moment tussendoor voorleggen aan de sprekers. Dus daar is ruimte voor, geen probleem. Daarnaast natuurlijk ook het stukje voor de werkende therapeut. Je hebt natuurlijk verschillende subgroepen, ook daarin natuurlijk, van over wetenschap. Van ja, de een acteert altijd, evidence-based, op basis van wat er recent gepubliceerd is. En is daar intensief mee bezig elke maand, bijvoorbeeld met PubMed of andere research databases. Maar er is natuurlijk ook een subgroep die daar wat sceptisch in is. Misschien mogelijk in de loop van de jaren natuurlijk ook met de klinische expertise die je opbouwt als therapeut ook mogelijk wat minder zich daarop inzet. Wat is de meerwaarde voor die werktherapeut dat het wetenschappelijk onderzoek wordt verricht voor het werkveld? ik val even stil inderdaad, omdat ik me bijna niet kan voorstellen dat je de meerwaarde niet ziet. Ik weet zelfs toen ik opgeleid werd als fysiotherapeut dat we nog knijpse begietingen en het beruchte klapje kriegsvervaren onderricht kregen. Het blijkt inmiddels wel dat allemaal misschien methodieken zijn die inderdaad echt vooral in het museum thuis horen. En dat komt er voor een heel deel. En niet alleen, maar ik denk ook dat mensen op een gegeven moment in de praktijk zien dat bepaalde dingen gewoon weinig vooruit gaan boeken of gewoon lastig toepasbaar zijn of niet meer acceptabel zijn. Ik denk vooral aan het klapje kriegsvervaren waar je volgens mij geen patiënt meer mee moet aankomen. Om met kussentjes op knieën en ellebogen door de revalidatiecentra te kruipen. Dus ik denk dat soort acceptatiedingen ook een rol spelen. Maar voor een heel deel denk ik ook dat het op een gegeven moment blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat bepaalde zaken toch minder, minder effectief zijn, minder toepassing zouden moeten vinden in de praktijk. Als ik in mijn eigen veld bijvoorbeeld kijk, dan zeggen mensen ook eens vaak, en dat snap ik wel, op basis van één studie verandert er niet zoveel. Maar denk vooral bij lage rugklachten dat je toch, als je het over een termijn bekijkt van de afgelopen 15 jaar of zo, 20 jaar, is het ook een enorme switch geweest van toch veel passieve interventies. En dat studies hebben aangetoond dat bijvoorbeeld bedrust en dat soort zaken weinig zinvol is bij rugklachten. En dat je nu inderdaad 20 jaar later misschien wel doorschiet in alleen maar actief behandelen. Dus dat zijn enorme shifts die nogmaals mede geïnitieerd en ondersteund worden door wetenschappelijk onderzoek. Dus dat lijkt me wel een belangrijke meerwaarde. Mitchell van Dorma gaf ook aan in RCT, of aan in de voorbereidingen, dat er ook unimodale interventies worden onderzocht. Maar ja, dat je natuurlijk als therapeut vaker ook multimodaal acteert. Hoe kunnen we dat tackelen met die resultaten daarvan van zo'n RCT? Ja, dat is altijd een ingewikkelde discussie. Hè? Want eigenlijk wil je hier gelijk onderzoeken wat is de toegevoegde waarde van een bepaalde behandelmodaliteit op je totale behandeleffect. Maar als fysiotherapeut, je past natuurlijk nooit één specifieke interventie toe. Het zijn altijd het zijn verschillende interventies die je tegelijk eigenlijk toepast. En daarmee hoop je een bepaald resultaat te behalen. Wat je nu ziet is dat bepaalde RCT's, bepaald wetenschappelijk onderzoek zich richten op de effectiviteit van een specifieke behandelmodaliteit. Terwijl het eigenlijk niet helemaal raakt aan wat je eigenlijk in de praktijk doet, waarbij je juist verschillende zaken eigenlijk bij elkaar pakt. Dus je zou kunnen zeggen dat zo'n onderzoek staat eigenlijk wel erg ver van wat je in de praktijk doet. Nou, wat je gelukkig wel steeds meer ziet, is dat je ook meer onderzoek ziet waarbij juist die verschillende behandelmodaliteiten bij elkaar gepakt worden en een totaalplaatje eigenlijk onderzocht wordt. Dat sluit natuurlijk veel dichter aan bij de praktijk, hoewel dat natuurlijk ook weer een nadeel heeft, omdat je niet precies weet welk onderdeel van je behandeling nu eigenlijk het meeste effect heeft. Misschien zitten er juist wel onderdelen tussen die weinig toegevoegde waarde hebben. En dat is altijd een beetje het spanningsveld, denk ik. Tussen, moet je nou specifiek voor één behandelmodaliteit gaan onderzoeken, of moet je juist het totaalplaatje onderzoeken? Wat zou je willen adviseren voor de kijkers die in het werkveld werkzaam zijn? Ja, ik denk, adviseren voor de kijker. Ik denk dat het, ik denk qua waar onderzoek... Waar liggen accenten? Ja, nou, ik denk qua onderzoek ook hierbij, ik denk dat je het beide nodig hebt om om goed zicht te krijgen op wat je als fysiotherapeut als meerwaarde kunt hebben. Dus enerzijds denk ik inderdaad dat het belangrijk is om te onderzoeken wat jouw totale behandeling, wat je kunt betekenen voor een bepaalde patiënt met een bepaalde diagnose of een bepaald gezondheidsprobleem. Maar anderzijds dat je ook op het moment dat je weet dat je effectief bent als therapeut, dat je wel wat dieper op in zult moeten gaan. En welke aspecten leveren nou eigenlijk de meeste effecten op, zodat je ook weet dat je daar als therapeut het meeste op zou moeten richten. Oké, duidelijk. Er was natuurlijk een tijd geleden ook in de Fysiopraxis een artikel van François Maisson en Edwin de Rij. Een van de punten die ook naar voren kwam is RCT's zouden meer extern valide moeten zijn en praktijkgericht. En zo makkelijker vertaald kunnen worden naar de alledaagse praktijk.
Dan is mijn vraag natuurlijk ook van, ja, wat vinden jullie van deze uitspraak ook, wat betreft dit stuk? Ja, dat is een beetje wat Mitchell natuurlijk nu net aangaf, dat juist die variatie denk ik heel erg goed is. Precies. Dat je zeker, het is niet alleen maar de interventie die je toepast, maar het is ook nog eens bij welke groep doe je dit. Ja. Dus er vindt heel vaak een selectie plaats van een bepaalde patiëntengroep. En is dat dan de juiste patiëntengroep die je ook in de praktijk tegenkomt, of moet je dat breder pakken? Ja. Ja. Dus vooral al die overwegingen van hoe breed neem je een interventie, hoe breed neem je de populatie, dat ligt natuurlijk heel erg aan de kennisvraag die je wil beantwoorden. En ik denk ook dat het juist voor fysiotherapeuten dus heel belangrijk is, als ze een artikel lezen of een stuk lezen, dat ze in ieder geval proberen te beseffen en te begrijpen, is hier nu een stukje van de behandeling onderzocht? Wat voor vraag staat hierachter? En bij wat voor populatie is het dan onderzocht? Zodat ze in ieder geval het kunnen plaatsen met wat ze ermee in de praktijk kunnen. Het is, ja, wetenschap is wat dat betreft één grote puzzel. En iedereen probeert daar verschillende stukjes van te beantwoorden. En al die stukjes... Zitten daar ook mogelijke belemmeringen op dit moment in het werkveld? Dat er soms nog te weinig accenten op liggen voor de therapeut, de werkende therapeut? Nou, als je daar mogelijk wat meer naar zou moeten kijken? Nou, ik denk dat voor de werkende therapeuten er sowieso... Er wordt zo ontzettend veel geschreven en zoveel gepubliceerd. Ja. Wij zeiden net ook al tegen elkaar, alleen al in ons eigen vakgebied, dan zijn wij er dagelijks mee bezig, is het niet bij te houden hoeveel artikelen wel niet gepubliceerd worden. Dus dat is voor een praktijk, voor iemand die de hele dag bezig is in de praktijk, is het natuurlijk niet bij te houden. En dat kan je ook niet verwachten. Dus ik denk dat daar vanavond de uitdaging ligt. Hoe zou dat getackled kunnen worden? Wat zou een vormgeving kunnen zijn? Ik weet dat het KGF bijvoorbeeld al echt heel erg bezig is met hoe kan je nou kennis uit het wetenschap dichter bij de praktijk brengen. Dus er worden allerlei tools ontwikkeld om in ieder geval de praktijk te helpen de kennis toe te passen. Maar ook dat zijn dan wel weer de stukjes van kennis. Dat is nooit helemaal compleet. Ja. Soms zie je ook verzamelingen, dat er bijvoorbeeld periodiek door partijen een overzicht wordt gegeven. Ja. Een samenvatting van over een bepaald onderwerp. Nou ja, de systematic reviews, de meta-analyses, dat helpt heel erg. Als je in ieder geval een vraag hebt bij een effectiviteit van een interventie. Er zijn nog veel meer vragen dan alleen maar een effectiviteitsvraag. Maar als dat het is, dan zijn dat soort mooie samenvattende studies. Ja, en natuurlijk de richtlijnen. De richtlijnen worden niet voor niks eens in de zoveel tijd wordt er een update gedaan, zodat de nieuwste kennis in de richtlijnen komt. Ja, dat stuk zullen inderdaad ook zeker zometeen ook de revue laten passeren. En uiteindelijk in het laatste deel zullen we alles gezamenlijk aan elkaar koppelen. Ik zie dat de ziekenhuisfysiotherapeut opstaat, de moderator Adriaan. En mogelijk dat er ook een vraag is vanuit de chat van een van de kijkers. Ja, dat klopt, Melvin. We hebben een vraag van Edwin de Rij. Edwin de Rij. En die stelt zijn vraag precies op tijd, want we haken een beetje in op wat Cindy net zegt. Hij vraagt eigenlijk, ja, wetenschap die kent wel een bepaalde hiërarchie in de methode van wat eigenlijk als het meest betrouwbaar of het beste wordt beschouwd. En zijn vraag is eigenlijk, ja, welke methode of design is nou eigenlijk het beste voor de praktische uitvoerbaarheid in de klinische praktijk? Wij weten al wat hij zelf, Ik vind zelf de single case design, denk ik. En dat heeft natuurlijk ook... gelijk in eerste instantie, maar dat hangt wel. Ik denk dat het ook heel sterk afhangt van wat weet je al in een bepaald veld. Als je al weet dat bepaalde interventies of combinaties van interventies effectief zijn bij een bepaalde groep, dan is dat misschien wat minder relevant. Op het moment wat Mitchell net aangeeft dat je wat meer de diepte in wil gaan en meer wil experimenteren, bijvoorbeeld of je dan zo'n interventie nog verder kan verfijnen. Ik denk dat dan single case designs heel erg informatief kunnen zijn. Dus kortom, het beste design is wat mij betreft het design wat je het beste in staat stelt om een antwoord te geven op je hele concrete vraag om wat terug te gaan. Dus contextafhankelijk misschien? Ja, nee, precies. En de vraag in stelling. Nee, precies. We zijn terug naar het eerste punt inderdaad. Van ja, uiteindelijk begint het allemaal met wat is de vraag inderdaad hier? En als je wil weten hypothese genereren of bepaalde aspecten eventueel geïntegreerd kunnen worden, ja, dan zou ik niet meteen een multimillion dollar trial gaan loslaten erop. Maar dan is misschien het met een 10, 15 mensen in single case design. Veel verstandiger om eens mee te beginnen. Interessant. Ik zie dat Cindy actief ging zitten. Nee, ik ben het daar helemaal mee eens. Alleen hetgene wat dan het nog complexer maakt in de keuze van een design, is dat we soms door de buitenwereld eigenlijk gedwongen worden om bepaalde designs te kiezen. Dus bijvoorbeeld zorgverzekeraars, die willen heel vaak wel zien aan de hand van een RCT dat iets effectief is. En dan is dat misschien soms voor de vraag te beantwoorden niet het meest relevante design, maar dan is het om andere redenen, wordt het wel gedaan omdat er dan bepaalde kennis komt. En nou ja, zeker als we kennen natuurlijk heel veel discussies over vergoedingen, dan is dat heel vaak een vereiste van tevoren dat het in een RCT is aangetoond. Dus
Dus enerzijds heb je te maken met de vraag die je wil beantwoorden en anderzijds ook wel de context waarin je... De stakeholders die ook nog een rol spelen. Ja, de stakeholders spelen daar ook nog een rol in. Ja. En dat heeft echt wel veel invloed op keuzes die gemaakt worden ook. Oké. Daarnaast natuurlijk ook het wetenschappelijk college fysiotherapie. Raymond was daar in het verleden actief. En het stokje is overgedragen naar Cindy, toevallig. Maar misschien even voor de mensen die onbekend zijn met het wetenschappelijk college. Ja, wat is het en welke toevoeging heeft dat voor het werkveld? Nou, ik zou als beginnend lid zou ik een aftrap doen naar Raymond, die vult mij aan. Hetgeen wat het wetenschappelijk college fysiotherapie doet, is echt ondersteuning bieden natuurlijk in het onderzoek. Dus ze hebben geld, ze geven subsidies, zodat onderzoekers onderzoek kunnen doen op het gebied van de fysiotherapie. Ze zijn actief in het maken van de onderzoeksagenda. Ze stimuleren onderzoekers in het geven van de prijs. Een proefschriftprijs wordt elk jaar uitgereikt. Er wordt een dag van de wetenschappelijk college fysiotherapie georganiseerd voor de wetenschappers in de fysiotherapie. Dus het is echt heel erg het bijeenbrengen van onderzoekers en ook het ondersteunen van onderzoekers. Okay. En daarnaast hebben ze een soort adviserende rol. En als het anders is, moet jij maar eventjes verbeteren, maar richting het KNGF in hun wetenschappelijke beleid. Oké, dus ook het waarborgen van. Nou, dat is wel meer adviserend. Okay. Dus dat is dan toch wel, daar heeft de KNGF daar zelf ook nog wel aan. Die bepalen zelf uiteindelijk wel wat ze doen, maar adviserend is het wel. Oké, duidelijk. Is er ook nog een rol weggelegd voor praktijken of voor therapeuten om mogelijk ook nog te participeren voor naar het wetenschappelijk college toe qua informatie? Of waar kunnen mensen meer informatie vinden over dit stuk? Ja, sowieso op de website kunnen mensen meer informatie vinden. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Okay. En ook één ding misschien ook wel goed om te benoemen. Want je benoemde net eigenlijk al de onderzoeksagenda, die ook die zal binnenkort ook weer geüpdate gaan worden. Daar is juist ook de bedoeling natuurlijk om juist de vragen ook uit het werkveld eigenlijk op te halen. En dat dat een invulling krijgt in de onderzoeksagenda. Dus op die manier zie je juist dat die connectie tussen wat in de praktijk gebeurt en waar vragen van zijn, dat juist ook richting de onderzoekswereld op die manier gecommuniceerd wordt. Dus juist die connectie met het werkveld is ontzettend belangrijk, ook voor het wetenschappelijk college. Ja, zeker. Okay. Ja, en er is een vertegenwoordiger van de beroepsvereniging en de beroep. Ik vergeet iedere keer precies hoe het beroepsinhoudelijke vereniging, excuus. Maar er is ook een vertegenwoordiger vanuit die beroepsinhoudelijke vereniging die ook vaker geraadpleegd wordt om bepaalde zaken uit het beroepsveld op te halen, waar bijvoorbeeld knelpunten zitten, waar het WCF iets mee zou kunnen of moeten inderdaad. Okay. Ja. Zijn er nog vragen uit de chat, Adriaan? Geen vragen, dan gaan we door. Ik wil nog maar één klein puntje aanvullen. Ja, dat is natuurlijk ook de disclaimer. Ik was lid van het WCF inderdaad. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om ook te zien dat het WCF wel steeds serieuzer eigenlijk als partner genomen wordt, ook in de wetenschappelijke wereld. Omdat in de afgelopen jaren er ook met ZonMW, dat is toch een van de grootste financiers van het onderzoek in Nederland, dat er joint ventures zijn gesloten, waardoor het geld van de leden verdubbeld is. Waardoor we niet twee, maar wel liefst vier studies hebben kunnen uitvoeren. Okay. Maar ook dat er bijvoorbeeld met Reuma Nederland ook zo'n joint venture gesloten is, waardoor er op het gebied van Reuma ook het geld van het WCF gematcht is met Reuma Nederland. Dat zijn misschien hele strategische en politieke discussies, maar ik denk wel dat het belangrijk is om te zien dat vanuit dat WCF ook echt de samenwerking gezocht wordt met belangrijke partners en stakeholders in dat veld die relevant zijn voor de fysiotherapie. En ik denk op het moment dat een organisatie als ZonMW bereid is om geld te matchen met zo'n club, dat is wel ook een soort erkenning, denk ik, voor het wetenschappelijke gehalte. Dus het zou ook als accelerator kunnen werken. Ja, meerdere projecten. Ja, precies. Letterlijk, het was een verdubbeling van het aantal projecten. Dus, altijd goed. Dan gaan we door naar het volgende gedeelte, het onderwijsstructuur. En ook natuurlijk welke toevoegingen dat kan hebben voor het werkveld. Je hebt natuurlijk verschillende dingen. De BAMA-structuur, zoals iedereen hem tegenwoordig kent. De bachelor, de master. We hebben natuurlijk ook nog de master op hbo-niveau versus de master op universitair niveau. Promoveren natuurlijk. En natuurlijk naar uiteindelijk mogelijk lectoraat of als professor. Laten we eerst starten met de differentiatie tussen de bachelor fysiotherapeut die afgestudeerd is versus de master hbo-niveau gespecialiseerde therapeut. Wat zijn eigenlijk qua competenties en kunde, wat zijn de verschillen? Cindy? Nou ja, die verschillen, dit zijn discussies die natuurlijk heel veel gevoerd worden en die soms ook nog wel gevoelig kunnen liggen. Maar de bachelor fysiotherapeut, dat is natuurlijk een vierjarige opleiding, een hbo-opleiding. Als je het beroepsprofiel van de fysiotherapeut bekijkt, eigenlijk alles wat daarin staat voor competenties, dat is de bachelor fysiotherapeut. Dat is het niveau wat de bachelor zou moeten kunnen verrichten. En dat is dus werkzaam zijn als fysiotherapeut. En
Kritisch kijken wat hij wel of niet doet bij welke patiënt. En ook kritisch kijken wanneer hij iets niet kan en wanneer hij misschien hulp in moet schakelen van collega's of andere professionals. Als je dan naar de professionele master kijkt, die krijgen extra competenties natuurlijk. Dus een extra 3-jarige opleiding waar competenties zijn op het gebied van wetenschappelijk vlak, maar ook echt heel erg het beroepsinhoudelijke vlak. Op het vlak van visie ontwikkelen, van innovatie. En de competenties die deze fysiotherapeuten, masterfysiotherapeuten hebben, zijn dus heel erg gericht op het innoveren van het vak. Maar ook wel dat ze complexere patiënten, dus de echte complexe patiënten binnen. Nou, we maken eigenlijk altijd een beetje in ons hoofd een piramide van de algehele groep, nou, noemen populatiepatiënten, met steeds complexere klachten. En die bovenkant, dat is echt wat die masterfysiotherapeuten, die is daar echt voor opgeleid om die bepaalde groep te kunnen behandelen. Nou, dan zijn er altijd nog wel eens discussies tussen de master en de bachelor, waar dan die grens zit in die piramide. Misschien een grijs gebied, zoals het, hè? Nou, dat is een grijs gebied. En dat blijft natuurlijk altijd ingewikkeld. Ja. En dat is ook per individuele fysiotherapeut met hoeveel ervaring die heeft. En is dat zo ongelooflijk ingewikkeld. Maar als je, ja, grofweg, de complexe patiënt is voor de master fysiotherapeut en de algemene patiënten voor de bachelor. En van de master, de professionele master, wordt daarnaast echt opgeleid om proactief na te denken over waar gaat de praktijk heen, waar gaat de zorg heen, wat zijn vernieuwingen, hoe kan ik die implementeren bij ons in de praktijk, eventueel wat voor vernieuwingen wil ik een rol bij spelen om te helpen. Dus eigenlijk ook een actieve bijdrage leveren, hè? Die gespecialiseerde therapeut, ook in het doorontwikkelen van het vak? Ja, doorontwikkelen van het vak. En dan ben ik wel, dan is daarnaast natuurlijk nog, want die komt natuurlijk, de universitaire master. Maar wat toch meer een wetenschappelijke master is. Ja. En daar zijn de fysiotherapeuten die opleiding doen, worden nog veel meer geschoold in die wetenschappelijke competenties. En waar de professional master in mijn beleving vooral de wetenschap kan lezen en gebruiken en toepassen en misschien ook meedoen in de praktijk, gaat de wetenschappelijke opgeleide master, die gaat zelf echt onderzoek uitvoeren en gaat bedenken wat voor methodieken, wat voor analyse ga ik dan gebruiken. En dan nog zit daar ook een grijs gebied, want hele goede professionele masterstudenten, als die een afstudeeronderzoek doen, dat komt soms heel erg in de buurt van een fysiotherapiewetenschap, als iemand heel erg statistisch georiënteerd is en daar dat heel goed kan. Maar grofweg denk ik, nou, de ene is heel erg voor de wetenschap of de wetenschappelijke competenties gebruiken voor bepaalde beleidsmatige functies. Nou, Mitchell is daar een voorbeeld van. Maar dan gebruiken ze wel die wetenschappelijke competenties om die functie goed in te vullen. Okay. Versus, nou ja, die beroepsinhouden. Mooi. Ja, is dat, nou ja, duidelijk uitleg. Okay. Dan staan we nog wel een aflevering. Hè? Zou zeker op z'n klaas zijn daarvoor. Zeker interessant. Daarnaast natuurlijk ook het stukje de piramide voor. Die gaf ook Raymond Oslo ook in de voorbereiding onder andere aan. Met een verhouding van het werkveld bijvoorbeeld. Dat 70% bijvoorbeeld kunnen zijn. Dan ook nog een volgende groep van 20% die in onderzoeksprojecten acteert. En dan natuurlijk ook daarnaast nog de 10% die je kennis genereert. Dat was in ieder geval even een situatieschets van de verhouding. Er is natuurlijk ook een vraagstelling van, ja, hoe dat nu is gefaciliteerd binnen onze beroepsgroep. Geldt dat ook, deze verhouding? En natuurlijk ook mogelijk alle ontwikkelingen die spelen, bijvoorbeeld ook de master's. Wat voor effecten zou dat kunnen hebben natuurlijk als die verdeling zou veranderen? Of die verhouding op dit moment zo is, weet ik niet. Ik denk dat er een behoorlijk aantal gepromoveerde fysiotherapeuten inmiddels zijn. Of dat in deze verhouding is, weet ik niet. Maar wat ik er vooral mee probeerde, even los van de exacte getallen, is dat, en dat is een lastige discussie gezien het voorgaande betoog van Cindy natuurlijk, maar dat als je inderdaad zegt dat die master de verbinder is tussen wetenschap en praktijk en iemand die een PhD gaat doen eigenlijk opgeleid wordt tot zelfstandig onderzoeker, dan denk ik dat was de strekking van mijn opmerking, dat je niet een heel beroepsveld nodig hebt die per se gepromoveerd moet zijn en dat het grootste gedeelte van de beroepsgroep moet gewoon het belangrijkste werk doen wat mij betreft. En dat is gewoon de patiënten, en al dan niet de complexere patiënten, behandelen. En dat je dan een wat mij betreft een kleinere groep mensen nodig hebt die dan bezig is met het vertalen van wetenschap naar richtlijnen. Nou, mensen als Mitchell en andere mensen bij KGF die daar voldoende goed in opgeleid zijn en zich ook echt bezighouden met die praktijk. En dan heb je denk ik gewoon een klein topje van de ijsberg misschien maar nodig voor echt
de zelfstandige onderzoekers om zijn beroepsgroep verder vooruit te helpen. Een beetje de juiste zorg op de juiste plek. Ja, een beetje de VWA, maar dan de juiste persoon op het juiste gedeelte. Ja, of het juiste onderzoek op de juiste plek. Inderdaad, ja. Oké, nou, ik denk dat het ook goed is om nu door te schakelen naar het richtlijngedeelte. Dat zullen we dan samen doen met Mitchell. Maar voordat we dat zullen doen, is er nog één vraag vanuit de chat, Adriaan. Ja, zeker. Dankjewel. We hebben een vraag van Adrian Levis. En die wil eigenlijk weten of de Bachelor of Science, zoals die aan het SOMT opgezet is, of dat een goede stap is in de richting om meer wetenschap in de fysiotherapiepraktijk te krijgen. En aanvullend heb ik eigenlijk ook nog een vraag van Marnix, als we die gelijk erbij mogen doen. Of jullie nog tips hebben om zo goed mogelijk bij te blijven met de huidige ontwikkeling, omdat het natuurlijk best wel snel gaat. Er komen veel publicaties, dus hoe kunnen fysiotherapeuten in de eerste lijn eigenlijk zo goed mogelijk op de hoogte blijven van de ontwikkeling? Oké. Nou, laten we maar eerst beginnen met de eerste. Hè. Dus de SOM natuurlijk, die heeft natuurlijk een wijziging doorgevoerd, dat ze ook een Bachelor of Science ingericht hebben, volgens mij in samenwerking met de Universiteit van Maastricht, als ik me niet vergis. Wat vinden jullie, welke verschillen geeft of dan welke effecten naar aanvulling van vraag, Raymond en Sidney? Ik vind het een hele lastige, omdat ik niet precies weet hoe dat geregeld is. En, dus dat vind ik lastig, maar ik vraag me dus af of die mensen in de praktijk al mogen werken en of die big geregistreerd zijn naar de bachelor. Dat mag inderdaad, ja. Nou ja, dan, kijk, ik denk dat het op zich een hele goede stap zou zijn, want die hele ingewikkelde discussie over bachelor, master, PhD, die speelde denk ik ook goed om te beseffen dat het eigenlijk alleen in Nederland echt een issue is. Op het moment dat die hele fysiotherapie van meet af aan een universitaire opleiding zou zijn. Zoals in België. Zoals volgens mij overal ter wereld, behalve in Nederland. Want je kan je afvragen waarom zitten bijvoorbeeld bepaalde opleidingen. Ik bedoel, basisarts worden, dan word je ook geen wetenschapper. Dus dat zit veel meer in traditie en cultuur dat dat wel universitair is en de paramedische beroepsgroepen niet. Ja, ja. Het probleem is natuurlijk op het moment dat je dan, op het moment dat de fysiotherapie naar de universiteit gaat, dan wil de logopedie ook en dan krijg je hele ingewikkelde discussies. En dat is volgens mij waarom dat nog niet gebeurt. Maar even los van die hele lastige politieke discussie en HBO. Zou deze combinatie opzetten hoe die nu is, hè? Dat bijvoorbeeld een SOMT dit faciliteert als onderdeel van het totaal van de bachelor, zou dat juist een acceleratie zijn voor die wetenschappersgroep, hè? Voor die 20% die in onderzoeksprojecten zal doorstromen, dan zou dit een versnelling geven? Nou, dat moet blijken, maar dat kan ik me wel voorstellen. Dat als je mensen van mede af aan sensitiever maakt, op zijn minst voor de wetenschappelijke methode, wat je wel en niet kan met wetenschap, dan kan ik me dat wel voorstellen, ja. Maar misschien dat Cindy daar nog meer zicht op heeft dan... Nou, ik heb er niet zo zicht op nog over op die SOMT-groep, waar ze precies terechtkomen en hoe dat gaat, moet ik eerlijk zeggen. Dus dat moet de tijd een beetje leren. Ik denk wel zelf dat, het is niet voor niks zeg steeds meer, het is je leven lang leren. Ik geloof heel erg in dat je, als je als fysiotherapeut opgeleid wordt en je maakt kennis met wetenschap en je maakt kennis met onderwijs, dat je op een gegeven moment zelf bedenkt dat je bepaalde dingen nog interessanter vindt. En dat het niet, ik vind het zelf niet zo erg als mensen pas later een volgende stap maken. En niet, want ik denk te veel in kennis in één keer, dat is een nadeel een beetje van dit systeem, denk ik. Terwijl als je later een opleiding doet, terwijl je die interesse heel erg hebt, dan kan je dat juist de inrichting voor de lange termijn ook faciliteren. En dan kan je bedenken, wil ik meer verdieping, een professionele master, wil je een universitaire master, maar voor sommige mensen is dit pad ook prima. Dus ik denk juist, we zijn bezig met gepersonaliseerde zorg. Dit is gepersonaliseerd leren. Dus ieder kiest het traject wat het beste past. Dat is wel een beetje een poldermodel antwoord, maar besef ik. Maar. Een stukje richtlijnontwikkeling is denk ik het ene laatste gedeelte van deze webinar. Dus dat zullen we dan samen doen met Mitchell van het KGF. Dus natuurlijk in de chronologie van richtlijnontwikkeling zijn natuurlijk in het verleden behoorlijk wat richtlijnen gepubliceerd en natuurlijk ook doorontwikkeld. Zoals je bijvoorbeeld ook natuurlijk in het verleden had, de kansrichtlijn bijvoorbeeld, staat mij nog bij in mijn studententijd. Ik heb er een subtitel bij, kansrijk of kansloos. Dat had vooral natuurlijk te maken met enerzijds mijn eigen standpunt, maar ook voor andere collega fysiotherapeuten van de relevante informatie die je natuurlijk ziet van hoe toepasbaar is dat voor het werkveld. En natuurlijk ook als je kijkt in de loop van de tijd, zie je daar echt wel degelijk dat daar een soort van doorontwikkeling is. Ik denk dat het goed is om even kort aan te geven hoe dat wordt gedaan vanuit KGF. Ja. En voor ons dat we gewoon een paar voorbeelden voorleggen
En ook de onderbouwing daarvan, ja, wat zegt deze richtlijn? Hè? En wat maakt deze anders dan die andere en waarom? Ja, wat is belangrijk daarbij? Nou, ik denk dat het goed is om wel eventjes terug te komen op waar we straks door ging het al even een beetje richting de richtlijnen. Het is inderdaad, een richtlijn is enerzijds een heel goed middel om ook inzicht te krijgen van wat zegt nu eigenlijk de meest recente literatuur over bepaalde onderwerpen. Dus daar is het al. Is dat een uitgestelde antwoord op de vorige vraag? Als tip van hoe kun je het beste blijven? Ik denk dat je niet met iedere studie moet aangrijpen om iets anders te gaan doen. Maar dat dat iets meer inderdaad verstandig kijken, is. Om kijken naar de, ik denk niet de alleen richtlijnen, hoor, maar dat kunnen ook artikelen in een fysiopraxis zijn of andere tijdschriften waar je dat manieren zijn om goed bij te blijven. Prima. Dat is dus enerzijds waar een richtlijn goed voor is. Maar anderzijds doet de richtlijn natuurlijk nog wel meer dan alleen samen van literatuur. Het maakt vooral de vertaalslag naar hoe dat je die literatuur kunt gaan toepassen in de praktijk. En dat is denk ik een hele grote meerwaarde van wat een richtlijn doet. Dus laat ik zien hoe dat je die wetenschappelijke kennis, en soms is het niet eens wetenschappelijke kennis, maar kan het ook juist kennis zijn die op basis van consensus is samengesteld. Okay. Hoe je dat eigenlijk in de praktijk brengt. Als je kijkt naar het verleden, Mitchell, hè, hoe dat ooit was ingericht vanuit KNGF, dan wat nu, wat zijn de verschillen met hoe dat vroeger is gedaan? Ja. Als je echt een heel stuk terug gaat kijken, dan zie je eigenlijk dat richtlijnen veel meer eigenlijk op alleen consensus-based eigenlijk ontwikkeld werden. Dus eventjes werd dan, dus even heel kort door de bocht, zet een aantal wijze heren en dames bij elkaar in de kamer en er komt uiteindelijk een richtlijn uit. Nou, die tijd zijn we echt al wel een heel stuk beetje voorbij. In een soort van werkgroepniveau. Precies, dat is eigenlijk waar het een beetje vandaan komt. Hè? Maar dan heb je dus echt over tientallen jaren terug. Nou, sindsdien is het is flink doorontwikkeld en de systematische samenvatting van de literatuur, die wordt veel meer leidend eigenlijk in de richtlijnontwikkeling. En de richtlijn kans, hè, waarbij jij ook aan refereerde, daar zie je ook dat het samenvatten van die literatuur en aanbevelingen opstellen als directe uitvloeisel van de literatuur, je ziet dat er heel erg nog in terug zit. Oftewel, hoe meer literatuur dat er is, hoe sterker dat de literatuurconclusies zijn, hoe sterker dat de aanbeveling over het algemeen ook is. En dat is op zich, voor die tijd, dat was ook op dat moment, was dat de meest leidende vorm van richtlijnontwikkeling. Dus dat is op zich ook helemaal niks mis mee. Wat je wel ziet, is dat de laatste jaren zie je dat er veel ontwikkelingen zijn, ook internationaal op het gebied van richtlijnontwikkeling. En dan zie je dat veel meer juist het praktijkgerichte, dat er steeds meer in komt. Dus dichter bij de praktijk staan. En hoe doe je praktijkgericht de richtlijn voor de lezende therapeut of praktijkgericht onderzoek? Het eerste. Dus echt voor de therapeut. Okay. Dat je als therapeut zijn echt iets aan hebt in jouw klinische praktijk. En dat zie je dus bijvoorbeeld terugkomen in dat de onderwerpen die geadresseerd worden in de richtlijn ook komen vanuit een knelpuntanalyse die juist met het werkveld uitgevoerd wordt. Dus we proberen ons steeds meer specifiek te richten op de zaken die er echt te doen voor fysiotherapeuten en minder op de punten waar bijvoorbeeld al consensus over is. Ja. En we proberen ook juist ook met het werkveld de literatuur te beoordelen, maar ook juist die extra overwegingen met elkaar te bespreken en ook bijvoorbeeld patiëntperspectief erin te brengen om daadwerkelijk tot aanbevelingen te komen. Dus het is geen directe vertaling meer van de literatuur, maar het is echt het samenpakken van enerzijds de wetenschappelijke literatuur, anderzijds de klinische expertise van therapeuten en anderzijds het patiëntperspectief. Oké. Okay. Zijn er nog vragen uit de chat aan de kijkers? Als er nog vragen zijn, zet ze in de chat. Adriaan zal in ieder geval die selecteren en ook voorleggen tijdens de uitzending. We gaan er namelijk het laatste deel in. Dus als je nog vragen hebt naar aanleiding wat je al eerder hebt gezien of geluisterd hebt, geef het even aan in de chat en dan zullen we dat in ieder geval voorleggen. Je gaf in de voorbereiding ook aan, Mitchell, met de KNGF-richtlijn knie- en heupartrose ook. Anders ter voorbeeld. Wat maakt die dan weer anders ten opzichte van het verleden? Ja. Nou, dat is bijvoorbeeld eigenlijk wat ik net al aangaf. Hè. Dus veel dichter eigenlijk bij de praktijk, meer richten op de vragen die in de praktijk specifiek leven. En dus een hele nauwe betrokkenheid van het werkveld. Als je uiteindelijk kijkt naar het einde van de richtlijntraject, dan zie je dat er echt tientallen therapeuten bij het project betrokken zijn. Of in de voorbereidingsfase, of in de ontwikkelfase, of in de commentaarfase. Nou, dat is volgens mij heel erg sterk. Maar daarnaast zie je ook dat er veel meer nadruk is komen te liggen op het multidisciplinaire karakter van een richtlijn. Dus waarbij dus niet alleen maar met fysiotherapeuten een richtlijn voor fysiotherapeuten ontwikkelen, maar waarbij bijvoorbeeld ook het Nederlands Huisartsgenootschap aangesloten is. De Nederlands Orthopedische Vereniging. Dus je ziet dat allerlei disciplines eigenlijk zich aansluiten bij onze richtlijn vanuit de fysiotherapie. En dat is hartstikke mooi, want dan zie je dus ook dat op het moment dat de richtlijn verschijnt, dat die ook aansluit bij de standpunten vanuit de orthopeden en vanuit de huisartsen. Of we hebben juist op die manier ook mogelijkheid om het beleid van orthopeden of huisartsen ook iets te beïnvloeden daarin. Okay. En dan zie je dus ook dat bijvoorbeeld bij de richtlijnen van de huisartsen en de orthopeden, dat er ook die aansluiting juist weer gezocht wordt bij de fysiotherapeutische richtlijn. Dus het werkt ook verbinden met andere stakeholders. Precies. In dat vlak, Cindy?
Ja, ik vind, wat ik ook wel mooi vind, wat echt wel veranderd is in het hele richtlijnproces, is dat er veel meer nadruk is komen te liggen op de implementatie ervan. Dus waar daar vroeger ook minder aandacht voor was, wordt er nu heel goed nagedacht over hoe kunnen we nou een nieuwe richtlijn implementeren in het veld. Want dat is natuurlijk wel een hele grote uitdaging. Je kan een hele mooie richtlijn hebben, maar je wil ook nog dat mensen het überhaupt lezen en ook nog toepassen. En, mooi natuurlijk voor dit moment ook. Hè? Om ook na te kijken van hoe kun je dat faciliteren met die doorstroming van die driehoek, hè, waar we net even kort eerder als voorbeeld aanhaalden. Als kleine sidestep tussendoor gaf Raymond ook eerder aan over dataverzameling bijvoorbeeld. Hè? Je ziet natuurlijk tegenwoordig veel over artificial intelligence. En ik zie ook steeds meer webinars online voorbij komen over data, big data. En ook natuurlijk welke meerwaarde dat zou kunnen hebben, of juist niet. Je wilde daar nog in ieder geval een punt over meegeven wat betreft die dataverzameling bij dat soort ontwikkelingen. Nou ja, goed, ik kan wel in dit verband misschien iets wat provocerend te zijn. Dat mij opvalt, ik heb een aantal zeer slimme collega's die hoogleraar zijn in dit soort aspecten, artificial intelligence, big data en dat soort zaken. En het valt mij op dat die mensen juist heel sceptisch zijn. Het wel onderzoeken, wat kun je ermee, maar dat er inmiddels ook al de eerste artikelen zijn, als je bijvoorbeeld kijkt naar predictie, dat onze normale frequentistische logistische regressietechnieken het eigenlijk vaak net zo goed doen als die artificial intelligence. Dat wordt dan door mensen gedaan die echt verstand hebben hoe je zoiets moet doen. Maar dat ik soms het gevoel heb dat hoe minder verstand mensen ervan hebben, hoe enthousiaster men erover wordt. En dat juist mensen die er verstand van hebben, een heel stuk sceptischer zijn. Dus ja, je ziet natuurlijk ook tal van ontwikkelingen natuurlijk met start-ups en dat vlak. En ook natuurlijk de predictiemodellen. Voor bijvoorbeeld hier heb ik pijnpunten met de vragenlijsten. Ik ben heel betrokken geweest bij een project waarin je inderdaad zag dat de variabelen een heel stuk ingewikkelder waren. Dat de AI-experts, de variabelen die wij meten, pijn en functie en weet ik wel allemaal, dat was allemaal niet apart genoeg van elkaar. Het was te ingewikkeld en uiteindelijk heeft men dat project ook teruggegeven. Dus volgens toch lijkt het ook dat je wel een aantal simpele variabelen moet hebben en vooral heel veel data. En daar worden wel wat patronen gevonden. Ja. Wat dat precies altijd betekent, dat is nog niet zo duidelijk. Maar nogmaals, vooral het punt van dat de mensen die zich daar echt professioneel mee bezighouden vaak een heel stuk sceptischer zijn dan misschien de goede gemeenschap. Wil de lector van de lectoraat innovatie van de beweegzorg hier nog wat aan toevoegen? Ja, dit is natuurlijk een ontwikkeling, een spannende ontwikkeling waarvan iedereen, in het ziekenhuis zie ik het ook heel veel, dat er veel verwacht wordt van die big data en voorspellingen welke mensen welke bepaalde ziektes ontwikkelen. En binnen ons vakgebied is het wellicht ook toepasbaar, maar dat is echt nog wel een hele spannende ontwikkeling of het überhaupt haalbaar is of wij genoeg patronen kunnen zien, of we genoeg data überhaupt kunnen krijgen daarvoor. Okay. Dus de fysiotherapeut zou ook met deze ontwikkeling in ieder geval nog een rol van betekenis kunnen blijven spelen. Als big data in de praktijk zou komen dan wel. Ja, maar dat duurt nog wel eventjes, denk ik. Mijn advies aan de praktiserend fysiotherapeuten zijn is om zich vooralsnog niet al te druk te maken over artificial intelligence. Nou, dat is in ieder geval een geruststelling. De academische discussie de komende jaren is te laten voortgaan en te kijken wat eruit komt. Oké, dan gaan we nu in ieder geval naar het laatste gedeelte van de uitzending. Het leek ons goed om in ieder geval eventjes ook de discussie te laten spelen van driehoek. Hè. Dus hoe kunnen die kennis goed doorstromen vanuit het onderwijs, wetenschap en het werkveld? Hoe we die verhouding daar onderling in ieder geval kunnen optimaliseren? In vergelijking met hoe het nu ook in de dagelijkse praktijk gaat. Ja, ik denk het mooie, dat heeft Mitchell natuurlijk ook al een paar keer belicht, is dat de beroepspraktijk sowieso veel meer nu betrokken wordt bij allerlei projecten, bij het formuleren van de onderzoeksvragen, de onderzoeksagenda, meedoen in onderzoeksprojecten. En dat geldt eigenlijk ook voor het onderwijs. Dus die driehoek wordt al heel erg geslagen. Door dat gebeurt dan op een hbo heel duidelijk, door studenten te betrekken bij onderzoeksprojecten, door les te geven over onderzoeksprojecten, zijn de beroepsprofessionals van de toekomst al veel meer bezig met wat de rol van wetenschap kan zijn voor de beroepspraktijk. Je probeert dat eigenlijk al eerder te integreren in het onderwijs al. Je probeert in onderwijs echt al op het niveau van de studenten, maar ook door bij projecten docenten mee te laten doen, zodat de docenten het in het onderwijs weer mee kunnen nemen. En zo een integratie te maken dat de kennis of vraagstukken vanuit het onderwijs binnen het lectoraat komen. Of andersom, dat docenten meedoen en studenten meedoen. Waardoor ze dus al van, zeker die studenten, gewoon op die manier worden opgeleid. En eigenlijk gebeurt hetzelfde dus met de beroepspraktijk. Dat de beroepspraktijk veel meer wordt betrokken bij dit soort projecten. En dan moet ik meteen denken aan zo'n vraag die net kwam. Van hoe kan ik nou die kennis die allemaal verzameld wordt, hoe kan ik dat in vredesnaam bijhouden? Want
Ik weet ook niet wat voor projecten er überhaupt allemaal in Nederland, alleen al in Nederland zijn. Het is niet bij te houden. Dus ik denk dat het ook belangrijk is dat je, bijvoorbeeld de fysiopraxis, die probeert echt wel de belangrijkste dingen te belichten. En aan te geven dat is in ieder geval een blad wat je kan kijken. Dus eigenlijk naar plekken waar dat verzameld wordt of besproken wordt. Naar verzamelplekken. En ik denk ook wel dat je gewoon keuzes moet durven te maken. Dus je kan als fysiotherapeut kan je niet op alle aandoeningen en op alle soorten interventies kan je alle literatuur bijhouden. Maar bedenk waar je nou echt expertise wil opbouwen en ga daar dan de tijd en moeite in steken om die verdiepingsslag, om wat meer te lezen natuurlijk dan alleen de fysiopraxis, want die wetenschappelijke studies en die reviews, dat kan ook heel veel bijdragen. Maar het maakt daar dan wel keuzes in om het überhaupt behapbaar te maken. Die therapeuten in het werk van natuurlijk hebben natuurlijk verschillende dingen. Natuurlijk ook onder andere het evidence-based practice. Hè, met ook natuurlijk alle wetenschappelijke evidentie die er mogelijk is, relevant is voor jouw patiënt die tegenover je zit. Maar ook de vertaalslag natuurlijk ook maken in de verhouding met je klinische expertise. De jaren dat je natuurlijk de werkzame jaren die je opbouwt, hoe die verhouding daar onderling. Hoe zou je dat als therapeut goed kunnen vormgeven? Raymond. Ja, dat is een lastige vraag, wat dat ook afhangt inderdaad van hoeveel expertise heb je, in welke patiëntengroep heb je vooral je klinische ervaring mee. Maar ik denk dat de richtlijn zoals ik hem zie inderdaad, dat is toch de bredere richting. Want zoals Mitchell al aangaf, heel veel vraagstellingen die komen uit de praktijk voor. En we weten, ondanks samen nog wel een aantal richtlijnen mogen werken, dat zie je gewoon dat je een aantal vragen die uit de praktijk komen, die zijn niet 1, 2, 3 rechtstreeks met wetenschappelijk onderzoek te behandelen. Dus dan krijg je vanuit zo'n richtlijn vaak toch de grotere richting mee. En ja, je hebt je klinische expertise volgens mij altijd nodig om in wijsheid de richtlijn toe te passen. Of in alle wijsheid met argumenten toch een wat andere weg in te slaan. Omdat die ene patiënt die voor je zit toch net wat afwijkt of bepaalde kenmerken heeft die jou dwingen tot een wat andere keuze. En ja, hoe die verhouding precies moet liggen, dat valt volgens mij lastig een algemene uitspraak over grijs te doen. Gebied. Maar ja, dit is weer, ja, dit is leven, het is aan het leven zelf, hè, veel grijze gebieden. Ja. Maar volgens mij heb je altijd die klinische expertise nodig. Ja. Vanuit de richtlijn, nogmaals, dat is een grote richting. Ja. En in de klinische expertise komt dan echt de behandeling tot uiting. Mitchell? Nou, ik denk dat een ontzettend belangrijke competentie is die je als fysiotherapeut ook moet hebben. En die je denk ik ook ontwikkelt naarmate je langer in het vak zit. Dat je ook leert hoe dat je bepaalde kennis kunt toepassen. Kennis vanuit wetenschappelijk onderzoek, maar ook kennis die je tot je neemt vanuit een richtlijn of vanuit de vaktijdschrift of wat dan ook. Hoe dat je die toepast bij de patiënt die voor jou zit in de behandelkamer. Dat is best ingewikkeld. Ja. Ik denk dat de opleidingen daar een belangrijke rol spelen. De opleiding in fysiotherapie, dat die studenten ook leren hoe je met richtlijnen omgaat. Dus niet alleen wat staat er in de richtlijn, maar vooral ook hoe pas je hem toe. Ja. Ja. Hetzelfde met wetenschappelijk onderzoek. Hoe interpreteer je nou zo'n wetenschappelijk artikel voor in de praktijk voor een patiënt die voor je zit? En dat is ook iets wat je moet ontwikkelen als therapeut zijnde, denk ik. Oké. Is er nog een allerlaatste vraag, Adriaan, uit de chat? Ter afronding. Ja, ik weet niet zeker of dit een vraag is van Edwin de Rij of niet, of meer een statement. Hij schrijft eigenlijk op, wetenschap is ook een attitude. Dus een manier die je aanneemt, een soort van nieuwsgierigheid die je cultiveert en waar je jezelf eigenlijk kritisch aankijkt van hoe sterk sta ik in mijn schoenen met betrekking tot dit onderwerp. Eigenlijk wat Cindy ook een beetje aanhaakt. En moet ik me hier in verbreden of verdiepen? Okay. Of is dit voor een andere fysiotherapeut beter weggelegd? Goed punt in ieder geval, een statement van Edwin de Rij ook. Even ter afronding doen we altijd in de aflevering even een take-home message. Dus het lijkt me goed om voor jullie alle drie even nog even een laatste ding mee te willen geven over dit onderwerp die we vandaag besproken hebben. Mitchell, wat zou je mee willen geven wat betreft de richtlijnontwikkeling voor de kijkers? Nou, ik zou me iets breder willen trekken dan alleen de richtlijnontwikkeling. We hebben het heel veel gehad nu over het verbinden van wetenschap, praktijk, onderwijs. En inderdaad vooral belangrijk is dat iedereen moet denk ik beseffen dat er een bepaalde verantwoordelijkheid bij hem of haar ligt. Bij de onderzoeker is het denk ik de verantwoordelijkheid om resultaten goed te kunnen communiceren naar het werkveld, maar ook om vragen op te halen uit het werkveld, om op die manier te kijken waar onderzoek naar moet plaatsvinden. En als praktiserend fysiotherapeut is het enerzijds natuurlijk belangrijk om die informatie op je te nemen, maar ook juist om die input te leveren richting de wetenschap, maar bijvoorbeeld ook richting richtlijnontwikkeling. Dus laat je stem ook horen waar je de behoefte zit aan informatie. Waar vind je waar onderzoek naar plaats moet vinden? Wat vind je wat er in richtlijnen moet komen? Dat is ontzettend belangrijk om verder voortgang te maken. Ja. Cindy? Ja, ik denk vooral de boodschap dat je niet hebt wetenschap of praktijk, maar dat juist die verbinding en die integratie daarvan, dat die tot
betere zorg gaat leiden. En dat is onderdeel van het geheel. Ja, het is allebei een onderdeel van het geheel. En daar moet allebei van die klinische expertise en van de wetenschap moet samen gebruik gemaakt worden. En dat is een integratie. En ja, dat het niet als twee aparte groepen wordt gezien juist, maar het dient elkaar. En dat dat juist tot een enorme win-win situatie leidt. Oké, Raymond? Ja, inderdaad, de belangrijkste boodschap denk ik inderdaad dat wetenschap en praktijk hoe veel meer naast elkaar staan. En juist elkaar moeten versterken. En dat daar volgens mij de crux zit. En zolang we twee afzonderlijke eilandjes blijven, zou dat jammer zijn. En in de integratie ervan, daar zit volgens mij juist de winst in. Oké. Nou, ik wil in ieder geval jullie enorm bedanken, hè, voor de deelname van vandaag voor deze aflevering. Ik denk dat het super mooi is om dan ook gelijk toastieve vertaalslag te maken. Dus dank daarvoor in ieder geval alle drie voor jullie aanwezigheid. Ook bedankt Raymond, hè, dat we bij de Vrije Universiteit van Amsterdam in 020 mogen livestreamen. Dus dat is ook voor mij de allereerste keer. En natuurlijk in het universitaire bibliotheeksgedeelte heb ik begrepen met een mooie antieke kast en ook wat meubilair. Dus dank daarvoor. Dank ook voor achter de schermen Adriaan voor je rol als moderator, voor het selecteren van de vragen en ook Peter voor de techniek. En uiteraard ook bedankt voor alle kijkers en alle luisteraars. Wil je meer weten of heb je vragen, stuur dan een mail naar info@visioglobal.nl. Heb je nog ideeën voor nieuwe afleveringen, zet ze dan ook op de mail of reply op onze social media kanalen. En volgende maand is alweer de volgende aflevering bij het Erasmus NC. Die zullen we doen met Duncan Meufels en Sabine van der Graaf. En dat gaat over kruisbandrevalidatie, opereren versus conservatief beleid. Dus als je daar in ieder geval interesse in hebt, meld je dan aan voor deze webinar voor volgende maand. Dank in ieder geval voor het kijken. En als je later kijkt, ook bedankt ervoor of het luisteren op Spotify. Bedankt voor het luisteren. Is goed. Was toen ich auch mal hier, oder denk ich nur so? Was tun ich auch hier im Park spazier? Um den Fuchs loszulegen. Was tun ich auch mal hier, oder?